Ik bedenk me dus net dat ik mijn moeder nog niet heb verteld dat ik een tattoo ga nemen. En ik heb haar beloofd dat ik geen derde zou doen. Hallo jongens, top dat je weer kijkt. Ik ga in deze video een tattoo laten zetten. Tatoeage dus. En ik ga je dus laten zien wat er dan precies gebeurt. Wat zit die kat me daarna te bespieden? Maar voordat dat zover is, gaan Max en ik eerst een korte tattoo tag doen op aanvraag van jullie. Dus laten we daarmee beginnen. Tada! Daar is Max! MCA. Oh. Wij gaan de tattoo tag doen. Hoeveel tattoos heb je? Ik heb er 2. Hier staat dus love is enough. Heel moeilijk te lezen, maar dat vind ik juist leuk. En dat gaat erover dat als je op een gegeven moment... Ik ben 2 keer dat ik zeg maar mijn baan kwijt was in mijn huis. En mijn relatie ging over op hetzelfde moment. En dan kom je heel erg erachter dat het allemaal niet uitmaakt. Zolang je maar gewoon liefde van je familie en vrienden hebt. Aww. Maar het is wel zo. En deze heb ik gedaan omdat mijn moeder eigenlijk altijd een klavertje 4 had gewild. Maar die zou echt nooit een tatoeage nemen. En toen dacht ik, nou dan doe ik het gewoon in haar plaats. En toen op het moment dat ik naar New York ging verhuizen. Toen zei ik tegen mijn moeder, hey, zullen we het alles samen doen? En toen zei ze ja. En toen schrok ik me dood. Maar, en nu toen heb je matching tattoos met je moeder. Ja. Ik heb er 4. Simpels is, ik heb op mijn arm hier staan alle gitaristen die mij ooit hebben geïnspireerd om te spelen. Dus niet de Beatles, mensen. Dat zijn niet de Beatles en het is ook niet de Macarena. Er heeft nog nooit iemand ze alle 5 geraden. En dat gaat ook niemand doen, want dan ben je echt een nerd. Maar als je de 4 weet te raden, dan doe je al mee met de top. Dan heb ik nog dat enorme ding hier. Nog een ontzettende nerd tatoeage. Van de comic book Spawn is dit eigenlijk... Net als dat Batman een cape heeft en Spider-Man heeft een outfit. Ik heb zijn outfit op mijn lijf laten tatoeëren. Dus alsof ik Spawn ben. Dan heb ik nog op mijn rechter scheenbeen staat Spawn zelf nog een keer. En op mijn rechter kuit een designtje wat mijn broertje gemaakt heeft. En met de letters Fonzel eronder. Alex en ik hebben dat ooit bedacht. Want we zaten altijd tegen elkaar te klagen en Fonzel is een soort FML, fuck my life. Maar wij hadden altijd Fonzel als in fuck ons leven. En dan moesten we heel hard om lachen en toen wilden we allebei dezelfde tatoeage. Hij heeft hem op zijn arm, ik heb hem op mijn kuit. Super goed verhaal. Wat is je favoriete tattoo? Voor mij is het mijn allereerste, omdat dat gewoon natuurlijk de grootste stap is. En die betekent ook het meest voor me. Favoriete tattoo? Vind ik heel moeilijk. Ik heb niet zomaar wat willekeurige plaatjes op mijn lijf. Dus ze betekenen allemaal wat. De laatste die ik gezet heb, heb ik samen met mijn broertje gezet. En die is dus daar heel belangrijk voor. Ik kan helemaal niet zeggen dat dit mijn favoriet is. Want deze is met mijn moeder. Dan krijg ik het aan de stok met haar. Oh, hey, misschien moeten we dat even terugspoelen. Ja. Wat is jouw favoriet? Het is deze. Want die heb ik met mijn moeder samengezet. Mijn moeder heeft deze op de enkel. Hoe oud was je toen je eerste tattoo nam? Ik was 16 jaar. En letterlijk 16 en een dag was ik. Wauw. Ja. Ik was denk 2 jaar, 3 jaar terug. Dus ik zal 26 zijn geweest. Dus het is voor mij 20 jaar terug. Toen was tatoeëren nog met een beitel en een vulpen. Wat vinden je ouders van je tattoos? Nou ja, die eerste tatoeage die ik heb van mijn 16e, die heb ik van mijn moeder gekregen voor mijn verjaardag. Dus... Dat is wel echt uniek inderdaad. Die staan op zich wel redelijk achter, ja. Ja, mijn moeder vond het wel aan het begin een beetje lastig. Ik heb daar ook verteld dat ik een hele grote op mijn bovenarm ging nemen. Zodat het daarna deze als gewoon heel eenvoudig en geen probleem moest voelen voor haar. Maar verder, ik denk wel, ze vinden het nu wel genoeg, zeg maar. Deze kleintjes, that's it. Staan er meer tattoos op de planning in de toekomst? Ja, bij mij sowieso wel. Ja? Ja, ik heb geen nieuwe plannen eigenlijk voor tattoos. Behalve die van morgen dus. Welke tattoo deed het meest pijn om te zetten? Nou? Bij mij? Die schouder hier, absoluut. Toen ze op een gegeven moment... Hij gaat helemaal tot hier bij mijn borst inderdaad. En op een gegeven moment voelt het alsof ze die tepel eraf snijden. Dat was heel onprettig. En hierboven in mijn nek. Daar, tenminste, het is niet eens zo boven in mijn nek. Maar dan voelt het echt alsof dat ding bijna in je oor gaat. En de langste sessie die ik daarvoor gedaan heb was 8 uur. En dan is je huid er echt wel klaar mee. En dan is alles is bloed en alles doet zeer. Dan doet alleen dit al zeer. En dat was wel even bijten. 8 uur? Ja. Jezus. Mijn tatoeages duren allemaal 3 minuten. Mijn meest pijnlijke? Ik weet niet eens of jij deze vraag mag beantwoorden. Nee. Heb je spijt van tattoos? Ik niet in ieder geval. Ik heb alles heel wel overwogen gedaan. Heel lang over nagedacht. En het is gewoon echt iets... Waarvan ik niet kan denken dat ik ooit anders over zou voelen. Nee, ik ben daar op geen enkele manier ook zo mee bezig. Dat is niet eens een optie. Je hebt toch ook geen spijt van je linkerarm of zo? Oké, is het nu tijd
tattoos te zetten. Koffie te drinken, toch? Oh. Het is zaterdagavond 6 uur en we zijn bij Joey, de man die al mijn tattoos heeft gezet. Al mijn tattoos. Dus laten we naar binnen gaan. Even een kleine update van Future Marije. Ik heb namelijk helemaal niet verteld wat voor tattoo ik ga nemen en waarom. Het zit namelijk zo. Voordat we naar New York gingen emigreren, 2 jaar terug ongeveer, wilde ik heel graag een soort van aandenken aan Amsterdam. Omdat Amsterdam gewoon zo ontzettend als mijn thuis voelt. En zo gewoon, ja, ik weet niet, ik hou gewoon van die stad. Uiteindelijk kwam het er toen niet van, maar het idee blijft eigenlijk altijd bij me hangen. Ik heb maar hele kleine tatoeages, dus ik wilde iets heel kleins en simpels. En daarom waren die 3 kruisjes voor Amsterdam echt perfect. Dus dat moest het worden. Maar toen bedacht ik me, ja, er zijn echt zoveel mensen die al die 3 kruisjes hebben van Amsterdam. Het is wel een beetje stom. Zelfs Anna Nushin heeft het ook hier, of hier volgens mij, of nou, ergens op de arm. Dus toen begon ik te twijfelen en toen wilde ik op een gegeven moment misschien een tekeningetje van een grachtenpand of zo doen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, ik wil gewoon die kruisjes. Dus ik laat dan toch niet gewoon wat ik graag wil beïnvloeden doordat iemand anders het misschien al heeft. Nou, zodoende. Dus het worden 3 Amsterdamse kruisjes. Ik heb het kloten en daarna komt het op jouw hand. Ja. Het spannen? Oké. Dat moet hem worden. Ja. Dat is van die Vin Diesel film, toch? Hij is top. Ja toch? Ja, hij is top. Vind je van de maat? Ook top. Ja? Ja, ik zeg ga ervoor. Als iemand nou voor het eerst een tattoo neemt, waar moet je dan op letten bij het uitzoeken van een tattoo artist? Ten eerste of het een beetje aansluit op wat je zelf tof vindt. De stijl, zeg maar. De stijl, vooral. Ja? Ja, dat vooral. Of het een beetje aansluit op je eigen wensen. Of het een beetje consistent is in soort kwaliteit. Okay. Alle tattoos die je tegenkomt op iemands Instagram gewoon goed zijn, dan kan je er wel van uitgaan dat iemand gewoon een goede tatoeëerder is. Dus Instagram checken? Instagram checken, portfolio's checken en lekker langs gaan bij iemand. Een beetje smeerproeven en kijken of het gezellig is of het een beetje klikt met die tatoeëerder. Dat is ja. Niet helemaal onbelangrijk. En even checken of je een schone naald gebruikt. Ja, dat vooral. Dus je hebt dus ook gewoon echt een lijst van tattoo shops die geregistreerd staan bij de GGD. Oké. Okay. Dus mocht je denken van ik wil eigenlijk dat weer worden, maar ik wil toch even nakijken. Ja. Kun je dat altijd even nazoeken. Ik bedenk me dus net dat ik mijn moeder nog niet heb verteld dat ik een tattoo ga nemen. En ik heb haar beloofd dat ik geen derde zou doen. Oepsie, sorry mam. Uh-oh. Het is maar een heel kleintje weer. Joey, vanuit jouw ervaring als tatoeëerder, hoe lang denk je dat iemand zou moeten nadenken voordat hij een tatoeage besluit te nemen? Ligt een beetje aan, denk ik. Het is wel leuk als je er een paar maandjes over nadenkt. Mm-hmm. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik er meestal een dag over nadenk. Je bent een bepaald punt ook voorbij. Ja, een beetje wel. Ben je een tatoeëer, je dronken toerist? Gelukkig niet. Ik heb best wel een wachtlijst. Ik ga hem wel gewoon even opplakken. En dan moet je zelf even kijken of je hem hoog of laag vindt. Dag Jan. Nou, kijk maar voor de spiegel. Klaar voor? Ja hoor. Laten we maar even kijken. Ja, het is niet dat ik heel verbaasd hoef te doen, want wij zijn er net ook al. Ja, laten we even zien. Ja, misschien had ik er iets van gemaakt. Ben je blij? Heel blij. Eens eens even kijken of ik beter... Ben je blij? Even kijken. Dit is wel een goede houding dit. Ja, is... ja, top! Ja, mooi man hoor. Ja,
Doe maar. Doe deze maar. Yay! Dit is dat een nummer? Sorry, mams. 3. We zijn op weg. We zijn op weg. Waarom plak je hem nou af? Om hem even te beschermen. Ja. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje een wondje. Dus het is wel even handig om daar een beetje, in ieder geval een paar uurtjes even een beetje plastic over te houden. Oké. Okay. Kan misschien nog heel klein beetje bloeden. Dus dat. Nou, en zo gaat dat dan. Mocht je nou nog vragen hebben, laat dan vooral weten in de comments. In de beschrijving staan ook de gegevens van Joey. Als je nou denkt van nou, wat een leuke kerel. Ik wil ook wel dat hij mij gaat toetakelen. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik vind je haar niet. Hair makeup. Really? Bedankt voor het kijken allemaal en tot volgende week.